Ik ben Messer en welkom terug bij Resident Evil Village, de Shadows of Rose DLC. We zijn er weer. Het is voor mij een weekje later. Wil niet van het feit afnemen dat wij nog steeds een sapje hebben. Dat is nog steeds hetzelfde sapje als de vorige keer. Dat is niet waar. Maar ik heb er wel wat bij gepakt. Het is wel hetzelfde soort sapje. Een slokje van de een of ander. Maar we gaan weer lekker door. De vorige keer hebben wij een andere kracht ontdekt. Ik wil de hele tijd daar kijken, want daar zie ik mijn smoeltje daar zo, waar ik nu naartoe kijk. Maar ik moet daar naartoe kijken. De vorige keer hebben wij een kracht ontdekt. Dat wij deze bloembol af kunnen halen. Maar goed, ja, we gaan kijken wat er. Wat er ons vanavond weer te wachten staat. Ik ben benieuwd hoeveel afleveringen ik ga opnemen. Dat zullen we nog maar zien. Even kijken, we kunnen hier naar boven, dacht ik. Hé, maar we kunnen wel even die er afhalen. Kunnen we dat vanaf hier ook al doen? Nee, we het ook alweer. Shift. Nee? Hé? Hey. Nee? Kan ik dan niet zien dat ik bij deze sta? Ik weet niet meer welke knop dat is, joh. Welke knop is dat nou? Ik weet niet meer. Oh, gewoon spatiebalk. Oké. Nu gaat dat naar boven weg. Ik weet eigenlijk helemaal niet waar we naartoe moeten. Zullen we eerst maar eens even boven kijken? We gaan natuurlijk hartstikke veel schrikken vandaag. U kent het. Ik krijg berichten. Wie doet dat? Slick Soon Night? Nee, echt niet. Goed. Hier ligt wat. Hand-drawn map. Dat is een key in de dressing room. Dan gaan wij ook weer naar ons inventaris als stap. Even kijken hoor. Ik heb het idee dat we dit vorige keer echt met de controller speelden, maar dat maakt niet heel luid. Even kijken hoor. Een beetje de hand drawn map. Even kijken hoor. Als we gewoon dit volgen, dan moet dat goed komen. Nou, er zit alweer een rode vriend. Wegwezen. Engert. Oh, ik vind die beesten echt naar hoor. Blijf ik zeggen, maar ik vind het echt naar. Ik zit even te kijken, maar mijn webcam die zit toch wel goed. Nou ja, goed. Het zal. Hier ligt weer een roos helemaal voor pampers. Nog niet volledig. Maar, fijn. Hé. Hey. Oh, maar dat oog zit hier. Dat, ja, een oog. Haak je gauw weg, want ik. Waarom moet dat nou weer? Je zit vast. Je zit helemaal vast. Je zit vast, jongens. Ik zit helemaal vast. Ja. Ik ga gewoon dood nu. Ik ga gewoon hartstikke dood. Laat me er eens even langs. Ja, nou, nu ben ik dood. Maar ik zag al waar ik naartoe moest. Dan loop ik weer naar links. En dan raak ik weer helemaal in paniek. Nou, u kent het, zo gaat het. Kijk, hier gaat de ellende beginnen. We gaan eens even kijken of dat dit keer wel goed gaat. My word, you're just full of surprises. Ja, doe, daar ben ik. Oh, het is wel, oké. Okay. Phew. Those things chased me in here, but where is it? The monocular key was supposed to be in here somewhere. It's not in this room though. It must be close by. Don't go, too weak. Ja, dat,
Behind fireplace. Oh, kijk nou. Huppatee. Hij doet dat gewoon even weg. Beetje van die fluid. Ja, nou, naar boven dan maar. Hoeveel kogels heb ik nou nog? 6. Kijk dit. Was dit niet de plek waar we tegen een van die dochters vechten? Ja, weet ik wel zeker. Hier een beetje handgun ammo. Ook fijn. Beetje gunpowder. En hier hebben wij een flask weer. Looks like there are more of these. Stronger nou. Oké. Wat kan ik dan? Lekker een soort van 3 bolletjes rechts. Focus on enemy. I did that. Dat ik hem een soort van. Ja, halt enemy movement. Dat is handig. Hoppa. Hoppa, niks ervan. Kijk, dat is prettig. Dat is prettig. Kijk, een soort upgrade al. Hey, nog meer handgun ammo. Dat is helemaal fijn. Zit hier nog meer? Nee. Je hebt mijn neus, joh. Zo. Ga lekker door. Ik zit ook helemaal voorover gebogen zonder hoor. Hé, hey, wat is hier nou gebeurd? Dit is toe. Spring of White Sage. And use it. Oké, okay, dan heb ik een soort van slot er weer bij af. Be careful. Ja. Super nou berichtje. Kijk mis, kijk mis daar. Twee, hè? Ja, daar was ik dus al bang voor. Dat was ik. Oh, wat doe ik nou? Kijk dan. Nou, oh. Hoeveel op. Nee, 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 nee. Oh, ik kan hier nog niet uit ook nog. Oh, hier word ik er weer helemaal naar van. Ah, jongens, help toch. Ik word hier helemaal niet goed van. Dingen achter me aanlopen, ik hou daar niet van. Oeh, even oproepelé. Nee! Hou daar eens mee op, joh. Narigheid. Gauw naar beneden rennen. Oh. Ik heb ook geen ammo meer. Dat is het ook, hè. Gosje mijne. Nou, de eerste rosje mijne die is er alweer. Oké, maar ik kan enemies dus alleen halten als ik van die bulbs heb. Dat heb ik allemaal lekker misbruikt natuurlijk. Verspild, om zo maar even te zeggen. Waar is die bastard nou naartoe? Weg. Wat is die nou? Was hij wel in die kamer hiernaast?
Zou dat die? Nee, dat is diezelfde bastard toch? Nou, laat hem maar lekker opoepelen. Tenminste. Ik kom natuurlijk achter me aan. Bast, naar geluid. Hier komt hij. Oeh, rennen. En dan is hij weg. Dan zien we terug naar zijn plekje. Nou ja, fijn. Jongens, jongens, hè. Ook op E druk om dingen om te pakken. Wat is dit, joh? Examine. Een painting of a butterfly. The butterfly sticks in place of can be removed. Je moet een soort, schilderij in. Hey. Spider painting. Spider painting. Fix hem. Moet ik even een ander schilderij vinden, maar ik... Hey. Nee, wacht even. Puzzeltje. Ik denk dat je het in orde moet zetten. Want de vlinder wordt opgegeten door de spin. En de spin wordt opgegeten door de kikker. De kikker... maar dan wist ik toch wel een schilderijtje. Nee, niet waar. Want ik kan er niet. Ik kan. Ja, nee. Jawel. Je zou zeggen dat het zo moet. Hier inderdaad. Ja, hier niet die schaap. Hier moet die schaap niet. Schaap moet hier. Maar dat, nee, kom op. Schaap. Ik denk dat het echt zo is van... Hé, hey, huppatee. Spinnetje daar, maar dan moet ik gewoon een schilderij hebben. Spin, daar. En dan moet hier nog iets wat... wat het schaap opeet. Maar dat heb ik dan nog niet gevonden. Dan had hij het open. Moet ik even onthouden? Dat ga ik waarschijnlijk niet onthouden. Maar, nou ja, als ik een schilderij vind, dan waarschijnlijk wel. Maar goed. Pot. Hier een bloem, daar een bloem. Die bloem die heeft een. Juist. Er zit wat in. Handgun ammo. Hartstikke prettig. Ik wil ook meer van die rare bloemen vinden. Van die tisselbut of hoe heet dat? Even kapot. Misschien ga ik ook al gelijk een richting uit die heel moeilijk is hoor, maar. Even kijken, waar ben ik nou? Oh, dan ben ik hier weer. Hier zijn we al eens geweest. Nou, dan hebben we in ieder geval een shortcut. Ik heb 11 kogels. Ja. En ik weet dat daar 3 van die bastards zijn, dus die kan ik nog niet aan. Ik weet niet wat hier aan de hand is. Ja, je kwam. Je kwam ook een beetje vandaan, natuurlijk. Toch? Ja, dat moet wel. Maar hier heb ik dan ook nog een. Ja, hier kwam ik vandaan. Maar hier heb ik ook nog een kamer met een bloem. Ik denk dat het geen mainkamer is, dus dan gaan we even inkijken. Hallo? Oh, dat is natuurlijk de. Hey, safe hier. Tired? I'm fine, but what about you? Is that why your words are fading? Try not to overdo it then. Okay. Handgun ammo. Ik ben heel benieuwd wie dat is. Heel benieuwd wie dat is. Onze grote vriend die ons helpt. Zestien ammo. Nou,
Nou, dan stel ik voor dat we deze deur hier openmaken. Slokje. Zo. Nou. Het is natuurlijk de main hall, hè? Ja, dat is eigenlijk deze. Maar goed, je begrijpt me. Daar was de shop van de doek. Voorheen. Dat weet ik nog heel goed. Wat hoor ik toch? Wat hoor ik toch? Wat hoor ik toch? Ik hoor narigheid om me heen, hè? Vind ik helemaal niet leuk. Even kijken. Hallo? Hier was altijd een winkeltje, jongens. Nou. Gunpowder. Een of andere ding. Wat is dit? Oh. Huh? Oh, zou dat die ene sleutel zijn die ik daar kon vinden? Die kan ik niet veel mee in ieder geval nu nog. I do not recall a single thing, not who I am, nor how I came to be. I know nothing. My memories are as broken as the face I hide behind this mask. All that remains is this feeling, this hunger to see others in pain. Oh. Maar dit gaat over de doek, volgens mij. The despair in their eyes, the sounds in their screams. Who will be my next quarry? I'll have my minion to do my bidding. He has many faces, but no brains within those skulls. He's my best hound, and he will chase those rabbits down. Voor mij is dat het doek die dat schept. Ja, dat maakt ook zin, want het is in zijn kamertje dit. Oh ja, ik wou zeggen lastig, maar ik kan hier nog naartoe. Oh, ik vind dit helemaal niks, jongens. Doe eens even niet, joh. Die stomme geluiden. Jeuk aan mijn kop ook. Ik heb ook niet. Nou! Speelde worden helemaal gek. Ik mag hier niet naar binnen, zie je dat? Maar ik kan hier ook niets doen, dus. Houd je even rustig, joh. Nou ja, er zit niks anders op, hé. Dan is er maar één plek waar ik nog naartoe moet gaan. Kan gaan. En dat is naar die plek waar die balsen zitten. Wat ik nooit ga redden. Met, nou ja, 17 kogels. Dat is op zich niet verkeerd. Hoor zo, hé. Ik wijs naar mijn linkeroor. Ik moet gewoon elke kogeltje laten counten. Zo. Nou. Oh, hallo. Dan moet ik niet misschieten, zeg maar. Zes kogeltjes heb ik nog. Dan hoop ik dat er nog maar eentje is ook. Maar voor mij zijn het er twee. Zeker. Nou, kom eens uit die deur. Getverderrie, en ik heb hem niet eens dood. Ja, goed dan. Ik heb helemaal geen. Oh, wacht even. Ik kan misschien wat craften. Niet veel, maar dat op zich wel. Ja, kom maar, kom maar even. Zo, dat is die. Huppatee. Voor mij is er dan nog eentje. Niet zo. Ik hoorde dat nog wat. Oh, nee. Top. En hier zou een sleuteltje moeten wezen. Hier hebben we nog wat.
ammo en een rare kast die allemaal onder voor mij heeft. Hele leuke jurkjes. We hebben eerst hier een boek. As previously discussed, disrupting the auto-inducers within the Mutamizee network can have destabilizing. Ja, jezus, ik ben echt niet goed vanavond met Engels. Maar effect on the mold. These effects can also be observed in beings formed of mold rather than the circular disintegration observed in the toestand. However, this instead presents a dramatic slowing of movements, particularly freezing the being in place. If other bodies are in close proximity to the target, this disruption effect can spread, but only within a very limited sphere of influence. Ik slaat of zo. Mijn Engels werkt niet lekker zoals het wil. Goed, u kent mij ondertussen wel. U heeft de main game van mij gevolgd, dus u kent hoe mijn Engels af en toe kan zijn. U snapt het, u kent het. We hebben een sleutel. Dan stel ik voor dat wij eens even naar die kist gaan. Zal ik hem eerst even saven? Vertrouw het niet. Even saven. Zo. Hupla hee, hopla ho. Zo. Mooi. Was dat hier? Nee, dat was niet hier. Dat was daar. Blijf bij dat dit een hele rare animatie is als ze ineens zo naar links gaat. Het is net alsof ze valt. Goed. Misschien is er nu van alles aan de hand, omdat ik die sleutel bij me heb. Dat stomme spul. Goed. Ik neem aan dat dit de sleutel is voor dit kistje. Ja. Daar zit in. Een compensator. Nou. Oké. Compensator. Zeg alleen eens kijken, waar moet ik nou naartoe? Dat spul wordt echt niet goed als ik daar blijf staan. Er is niks op het plafond of zo dat ik hier weg kan halen. Nee. Nou, dan stel ik voor dat we gewoon blijven zoeken totdat we iets vinden. Een doorgang. Doe eens even rustig. Ja. Gaan we even doen. Dan zet ik er zo meteen ook een punt achter voor jullie. Dan ga ik zelf nog even door. Voor weet ik niet hoe lang. Even kijken. De galerij. Daar was iets. Daar is iets te vinden inderdaad. Hey. Ja, maar hier ben ik wel geweest. Oh nee, wacht even. Hier is de library. Er zit nog een deur op slot. Dat is nou eens G. De dining room. Daar moet ik ook naartoe. En de saloon. Salon. De dining room? Hoezo moeten we naar de dining room dan? Daar zit waarschijnlijk zo'n oogje. Of iets. We gaan kijken, want die is hier, hè? De dining room. Slokje. Stay safe. I'm trying, but it's hard when I'm being hunted by a demented giant and his creepy minions. Yeah, I guess I can't fight them all. Nou,
Nou goed, beste mensen, voor nu zeg ik er even een punt achter. Hoop dat je het leuk vond. Doe natuurlijk je duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer even en dan zie ik je doorgaan de volgende keer terug. Tot de volgende keer. Dag hoor.